In de vorige video hebben we kunnen zien hoe de Engelsen via de EIC steeds meer macht kregen in India. En in deze video zullen we gaan zien hoe zij hun macht verder uitbreiden. En er horen weer verschillende kenmerken en aspecten bij, maar in dit geval zien we toch vooral dat we richting het moderne imperialisme gaan. Maar eerst even terug naar die EIC, want India levert. Echt heel veel geld op voor die East India Company. En het is eigenlijk om twee redenen. Nou, ten eerste is het een handelscompagnie en die handel in allerlei Indiaanse producten, zoals bijvoorbeeld katoen, die levert gewoon heel veel geld op. En daarnaast, en dat zagen we ook al bij het verdrag van Allahabad, uh, mag de East India Company dus ook belasting innen. Ja, die East India Company die kan dit natuurlijk niet alleen voor de Engelsen. Die, die worden geholpen door uh, aan de ene kant de Royal Navy en aan de andere kant het Brits-Indische leger. Die zijn heel belangrijk voor dat Britse Rijk. Ja, die waren eigenlijk belangrijk voor twee dingen: voor uh, het behouden van controle over het Rijk. Hè. De Britten hadden nooit zo'n groot wereldrijk op kunnen bouwen niet alleen in India, maar eigenlijk wereldwijd als ze niet zo'n sterke marine hadden gehad. En uh, ja, daarnaast was uh, het ook heel belangrijk om uh, de handel te beschermen en ook gewoon om, om die af te dwingen, om verdragen af te sluiten. Ja, en dat Brits-Indische leger, hè, dat zegt het al, dat was dus een leger dat bestond uit Britten en uit Indiërs, maar eigenlijk vooral uit Britten, want het waren Indiaanse soldaten onder leiding van Britse officieren. En dat zagen we eigenlijk sowieso in India, dat er eigenlijk maar relatief weinig Britten waren, weinig Engelsen. Er was nauwelijks migratie van Groot-Brittannië naar India. En de macht is dan ook maar in handen van een kleine groep Britten. En zij maken gebruik van het inheemse bestuur om hun controle verder uit te oefenen. En als je dat in een schema zou zetten, dan zou dat er zo uitzien: je hebt dus een kleine groep officieren van de East India Company, die sturen verschillende India's vorsten aan. We zagen dat al, dat ze in India al die onderkoningen hadden van het. Van het mogelrijk ja, en die Indiaanse vorsten die hebben dan weer de macht over hun bevolking en zolang die EIC maar die Indiaanse vorsten onder controle had dan had ze dus ook de rest van de bevolking onder controle ja, en die Engelsen die hadden eigenlijk ook heel weinig op met die Indiaanse bevolking ze wijzen heel veel Indiaanse religieuze en sociale gebruik af en uh, ze proberen gewoon overal het Engels door te voeren bijvoorbeeld in de rechtspraak en in het onderwijs om zo uh, de Indiaanse bevolking langzaam rand een beetje te verengelsen ja, je zou zeggen dat stuit dan op heel veel verzet, maar toch wordt het door de Indiërs heel erg geaccepteerd. En eh, nou, waarom is dat dan? Eigenlijk om verschillende redenen. Ten eerste omdat de EIC, die East India Company, is gewoon veel sterker. Hè. Ze hebben de Royal Navy achter zich staan, dat, dat Brits-Indische leger is er. Dus eh, ja, je kunt er niet zomaar tegen in opstand komen. Ja, en daarnaast zie je dat er een voortdurende machtsstrijd is tussen die Indiaanse vorsten onderling. Hè, en de EIC die weet er heel goed gebruik van te maken. Dus dat helpt ook niet echt om uh, echt één vuist te maken tegen de Britten. Ja, en ook zie je dat heel veel van die Indiaanse vorsten de kant van de East India Company kiezen, de kant van de Britten, omdat ze hun macht mogen behouden. En dus in de ogen van hun eigen bevolking nog steeds de koning zijn. Ja, en hier en daar zijn er dan wel kleine opstanden geweest, maar dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor tot Het jaar 1857, wanneer uh, een uh, opstand van soldaten in het Brits-Indisch leger uitgroeit tot een algemene opstand, en uh, de Britten noemen dit de Grote Opstand, en uh, in Indiaanse ogen wordt dit ook wel gezien als de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog. En die begint dus met die opstand van die soldaten. En ja, dat Brits-Indisch leger dat bestond dus voornamelijk uit Indiërs en dat waren dus uh, moslims en Hindoes. En er wordt rond die tijd wordt er een, een nieuw soort geweer, een nieuw soort kogels worden er gebruikt ja, en die kogels die worden ingesmeerd met dierlijk vet, met varkensvet en met rundervet. En dat is natuurlijk tegen het zere been van moslims en van hindoes, want runderen zijn heilig voor de hindoes en uh, varkens zijn onreine dieren in de ogen van de moslims. Ja, in die opstand wordt een algemene opstand, maar waarom is de Indiaanse bevolking dan zo ontevreden? Nou, je kunt dat denk ik wel een beetje raden, maar we zetten hier toch even de redenen kort op een rijtje. Ten eerste vanwege de hoge belastingen die er betaald moeten worden. Ten tweede vanwege het feit dus dat, dat die Britten proberen om alle religieuze en sociale gebruik van de Indische bevolking om die te hervormen. En bijvoorbeeld dus dat Engels door te voeren. Er is ook heel veel corruptie binnen dat Brits-Indisch leger, maar ook binnen dat hele Britse bestuur. En uh, ja, de, de Indiërs voelen zich ook gewoon achtergesteld. Ze worden gediscrimineerd. En dat laatste zie ik weer heel sterk in dat Britse indische leger terug. Die Indische soldaten, die worden door die Britse officieren echt achtergesteld. Nou, uiteindelijk wordt die grote opstand hard neergeslagen door de Britten en daarmee breekt er een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van het Britse Wereldrijk, maar vooral ook in de geschiedenis van India. Want uh, de rol van de East India Company is uitgespeeld. Uh, de Britse regering die neemt uh, het heft in de handen onder leiding van Queen Victoria, want India komt onder direct gezag te staan van die Britse regering. En koningin Victoria wordt de keizerin van India.